Ondanks de kou buiten houden winkels hun deuren open. En dat is nergens voor nodig, vond ook de Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen. Daarom is er vandaag een campagne van start gegaan om de deuren gesloten te houden als het vriest. Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat klanten meer geneigd zijn om bij een winkel binnen te lopen die de deuren gesloten heeft bij kou. Ja, zelfs in de kou zie je nog dat winkels hun deuren open houden. En dat is omdat het toch een soort van gastvrijheid is, een soort van met open armen welkom in de winkel. En daarom kiezen ondernemers ervoor om de deur wel open te houden, terwijl het veel energie kost. Nou, het onderzoek is gebleken dat er eigenlijk ook heel veel positieve effecten zijn aan het dichthouden van de deuren. Dat is niet alleen de energiebesparing, hè, dat ligt voor de hand. Maar het heeft bijvoorbeeld ook het gevolg dat er eigenlijk minder diefstal is en dat het voor personeel prettiger werken is. Maar het allerbelangrijkste vond ik eigenlijk nog wel uit die onderzoeken dat het niet eens leidt tot minder bezoekers of minder omzet in de klant. En dat is het beeld dat ondernemers wel vaak hebben. En daarom willen we deze campagne starten om ondernemers daarvan bewust te maken. Wij gaan vandaag, en het is fantastisch weer ervoor, hè, de eerste sticker even plakken. We hebben een beeldmerk gemaakt waarmee we het idee uitleggen. Dus bespaar energie door de deur dicht te houden. Daar gaat de wethouder straks de eerste sticker voor overhandigen aan de voorzitter van de ondernemersvereniging. En daarmee hopen we eigenlijk ondernemers op te roepen om mee te doen. En dat doen we eigenlijk ook allemaal vanuit de Green Capital Challenge die er is op energie besparen. De kosten voor energie liggen in de winter voor winkeliers erg hoog in verband met de luchtgordijnen bij de ingang om de kou tegen te gaan. En dat kan anders. Ja, het is zelfs de moeite waard om te onderzoeken of het interessant kan zijn om bijvoorbeeld automatische deuren aan te schaffen. Dat heeft het Kruidvat bijvoorbeeld in hun filialen onderzocht. Die hebben de winkels die automatische deuren hebben in de winterperiode automatisch dicht en dan open als er iemand aankomt. En dan blijkt dus dat uit het onderzoek eigenlijk helemaal geen gevolgen voor de omzet heeft. Nou ja, en dan kan het zich terug gaan verdienen. Hè? Dus als je een 1000 euro per jaar op je rekening bespaart, dan heb je toch in een jaar of 7 zo'n investering terugverdiend. En dan doe je helemaal niks af aan de gastvrijheid. Dus het is best een goed streven. Ik denk wel dat winkeliers gehoor gaan geven aan onze oproep. Het heeft vooral te maken met echt kennis hebben. Dus je moet even gewoon erbij stilstaan. Nou, dat gaat de campagne sowieso met zich meebrengen. Hè, want we gaan de deuren langs om ondernemers uit te leggen en te vragen om mee te doen. Maar je ziet ook eigenlijk al wel, onderweg hier naartoe zag ik wel dat er al best wat meer deuren dicht zijn. En daar hangt dan even een provisorisch briefje op. Het is natuurlijk leuk als we dat met één beeldmerk wat gewoner kunnen gaan maken. Dit is hoe we dat doen in Nijmegen.